Op het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu willen wij de capaciteit gaan opbouwen om het milieubeleid dichter bij de gewone man te brengen. Dit zegt minister Silvano Tjonahin gisteren voor de aanvang van de Raad van Ministersvergadering. De bewindsman zegt dat er internationaal veel gebeurt op het gebied van milieu. Wij merken dat er veel is gedaan in Suriname met betrekking tot de voorbereiding om een aantal zaken op orde te krijgen. Wat is opgevallen binnen het beleid van Suriname is dat deze zaken op afstand zijn van de gewone burger. Maar wanneer we merken, ondanks het feit dat er vrij veel is gedaan in Suriname met betrekking tot voorbereiding om een heleboel zaken op orde te krijgen, merken we dat eigenlijk het beleid toch wel een afstand is van de gewone burger. Wat we nu willen gaan doen is om het milieubeleid dichter bij de gewone burger, want het gaat uiteindelijk om mensen. En we geloven erin dat wanneer de man van de straat begrijpt waarom het goed is om te letten op ons milieu, dat ons werk ook lichter wordt en dat het ook effectiever wordt, want het gaat om mensen uiteindelijk. Dus dat zal in principe in een nutshell het beleid inhouden. Het gebruik van petflessen en de manier waarop deze in het milieu terechtkomen is zeer zorgwekkend. Het is een gevaar voor het milieu en die zaken moeten dichter bij de burgerij gebracht worden, benadrukt Tjonahin. Sowieso zullen wij met veel meer voorlichting komen, maar dat niet alleen. We zullen met maatregelen komen die herkenbaar zijn. Laat me een paar zaken noemen. Pak ze even. Er zijn een heleboel stoffen, gevaarlijke stoffen noemen we die, die in de gemeenschap zijn, waarvan mensen geen weet hebben. En we willen de burgerij bekendmaken met die zaken en voorlichten en zeg maar een beetje opvoeden, zodat ook de man van de straat de zaken gaat herkennen. Minister Silvano Tjonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Wij spraken hem gisteren voor aanvang van de raadsvergadering bij het regeringsgebouw.